Audio recording, audio recording. Audio. Franco. Ja. Moet je voor je camera niet aan zitten? Even een ander shirtje aan doen. Of kan. Maar ik heb geen ander shirt hier liggen, dus ik kan mijn broek wel over mijn hoofd trekken. Oké. Nee, laat maar. Oké, is goed. Ik gooi die piemel van Martijn weg hoor, ik word er helemaal gek van. Elke keer denk ik dat ik die wortel er nog bij kan voegen, zeg maar. Ah. Zo. Ik heb Martijn's piemel over de rand gegooid. En welkom bij een gloednieuwe Minecraft Survival. Schrok je? Pleurs. Oh, zo jammer dat je nu geen camera hebt. Nou ja. Leuk dat jullie er weer zijn bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. Mijn camera viel weer uit. Yeah, altijd leuk. Ik ben weer met Nick. En ja, we gaan inderdaad weer elkaar slaan. We gaan inderdaad weer verder met de baan daar. Zoals je ziet, heb ik weer mijn hemdje aan. Dus, het is nog steeds dezelfde dag, maar ik film dit achter elkaar, omdat ik het hoogstwaarschijnlijk heel druk ga krijgen met school. Dus ik denk, ik film dit allemaal zo snel mogelijk achter elkaar, zodat ik meerdere afleveringen heb en dat jullie niet hoeven te wachten of dat er geen aflevering komt of iets dergelijks. Nick, als jij... Zijn ze allemaal klaar? Oh, het is allemaal klaar. We hebben nog kool over. Oh, als jij dat allemaal leeg wil halen en dan weer kool wil, of zand wil bijvullen, dan ga ik kijken of we hiermee de paarden kunnen laten. De liefde bedrijven. Kun je paarden wel iets geven? Want ik druk erop, maar dan krijg ik dat ik erop ga zitten. En met shift dan open ik zeg maar zijn inventory. Sorry. Misschien kunnen het alleen met golden apples of zo. Ik gooi die piemel van Martijn weg hoor, ik word er helemaal gek van. Elke keer denk ik dat ik die wortel er nog bij kan voegen, zeg maar. Ah. Zo. Ik heb Martijn's piemel over de rand gegooid. Dat klinkt zo fout. Dat klinkt echt heel fout. Even kijken. Gold, ja, natuurlijk. Maar hoe moet je ook weer een golden ding maken? Is dat... Golden Nuggets, toch? Ja, wel Golden Nuggets. Dacht ik. Oh, ik dacht zeg maar met gewoon gold eromheen. Gewoon Golden Ingots. Alleen bij mij zijn dat... Dat dacht ik hoor, ik weet niet of dat zo is. Ik ga het nu checken. Nee, dat is niet zo. Geef mij eens die Golden Nuggets. Is ja, hier heb je ze. Oh, je bent hier niet. Die heb ik toch niet? Nee, die zitten in die chest, maar ik dacht dat jij nog bij die chest stond. Oh, nee. Oh, nice, je hebt gewoon gelijk, man. Holy shit. Ja, ik ben zo goed, joh. Top. Oh, hé, ik kan gewoon golden nugget maken zo. Hoppakee. Hoppakaas, 2 golden nuggets. En nou hopen dat het werkt. Anders hebben we het allemaal voor niks gedaan. Even kijken. Ja. Ja. Doe, nee. Doe het. Hier. Neem hem toe. Waarom doen ze niks? Waarom doen ze niks? Hup. 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 Oké, ik ga wel weg. Misschien doen ze het dan. Doen ze? Help. Even dik in me. 2 golden carrots verspild voor niks. Nou, dat vraag ik nog een keertje naar Nicky, want die weet dat soort dingen wel altijd. Oké. Heb je alles bijgevuld van de paarden weer? Ja. Ja? Ja. Danny!
Oké, Danny, als je kijkt, deze is voor jou. Ja. Maar Danny kijkt denk ik... Ja? Danny kijkt denk ik niet mijn survival, maar Nicky kijkt het wel, dus die begrijpt hem wel. Voor de mensen die het nu begrijpen, ik leg het even uit. Ik was uit eten met een paar vrienden van me en er was zo'n jongen en die had besteld, maar die ober, toch? Ja, die ober die had het niet helemaal goed doorgekregen of zo, dus die ging het weer opnieuw vragen. En toen vroeg hij of het klopte en toen zei die jongen, Danny heet hij dus, die zei ja, maar hij zei het precies op zo'n manier alsof er een deur open gaat. Dus nu elke keer zeiden Nicky en ik, zeiden van... gingen Danny uitlokken om ja te zeggen. En op het moment dat hij dan ja zei, zeiden wij... Yeah. Heel kinderachtig, maar het is zo grappig. Dus, ja. Oh, ik heb trouwens voor deze aflevering inderdaad die vragen... Of nou ja, vragen, die namen, bizarre namen heb ik opgezocht. En dan krijg je echt een heleboel rare namen van mensen, dat je denkt van... Bestaan ze nou echt of hebben mensen die gewoon voor de grap verzonnen? Zou je bijvoorbeeld een paar voorlezen? Dit is allemaal trouwens uit schaamnamen van 2007 is dit. Hoe kunnen we door dat hekje slaan? Kan ik dat ook? Waar ben je? Oké, ik was even naar beneden gegaan. Oh, ik kan natuurlijk via de nieuwe. Waarom ga ik via de trap? Ja, bla bla bla, zo. Ik ga via de minecart naar boven. Dit zijn allemaal namen uit 2007. Dus het zijn namen, het zijn redelijk oude namen. Dat was mijn Skype, sorry. We hebben ook hier mevrouw verdwaald onder water. Dat je denkt van... Verdwaald onder water. Het is op zich best wel grappig. Vooral als je dan bijvoorbeeld... aan het duiken bent, als die mevrouw, met je, oh, verdwaald onder water. We hebben Henry Spek en Bonen. Ah, hij doet mij voor Spek en Bonen. Ja, maar deze vind ik wel grappig. Dit is K. Bouter. Dus die ene heet waarschijnlijk Karel Bouter van zijn naam. En dan, zoals, als hij bijvoorbeeld zijn naam ergens moet invullen, dan is het K. Bouter. Wat doe je nu? we hebben hier bijvoorbeeld ook Yvette Kip. Of coniferen. Dat zijn van die planten. Wij hebben ze ook in de tuin gehad. Dat zijn van die planten die je zeg maar neerzet in plaats van een schutting. Van die hele grote struiken. Die zijn 2-3 meter hoog en een meter dik of zo. Denk ik. Op elkaar gepropte dennenbomen. Ja, zoiets ja. Op elkaar gepropte dennenbomen. Jij hebt ze ook gehad, toch? Of niet? Ja. Oh, hé, deze chest staat open. Clutch. Even kijken. Moet ik anders alvast gaan minen? Voor coal en zo bedoel je? Yes. Ja, doe maar. Dan ga ik hier bezig. Prachtig, ga maar even mine. Oh, die kun je uit de wapenchest pakken. Gewoon in het huisje waar we begonnen zijn, zeg maar, de vorige aflevering. Daar. Daar kan ik de mine pakken. De mine. Oh, de mine. Sorry. Nee, maar wel een pickaxe. Ja, maar die heb ik al. De mine is, zeg maar... als je hier naar beneden kijkt, zie je een ravijn daar ook? Ja. Ja, daar kun je gewoon gaan graven. Oké. Je hebt hier... Dan komen we in 2008. Dan heb je wel wat leukere namen, vind ik zelf. Dat is Ghostbusters. Nou, dit zal niet iedereen zal dit kennen, maar bij onze generatie kent dit wel. Ghostbusters. Ja, who you gonna call? Ghostbusters. Dat is zeg maar een tv-serie van vroeger. En er zijn ook 1 film is er volgens mij van gekomen. Niet meer films, toch? Oh, dat schiet je me net. Oh, oké. Okay. Inderdaad. Er is 1 film van gekomen, zover ik weet. En dat was een groep mannen, volgens mij. Volgens mij was er nooit een vrouw bij. En die gingen op geest, op spoken jagen dan in de echte wereld. En, stond je nog niet in survival mode? Nee, ik was even naar beneden gelommerd, dus ik dacht, weet je wat? Toen was creative, kan ik snel naar boven. maar ik zag helemaal niet dat je hem in creative zette.
Heb ik dat het verkeerde gedaan? Ik heb alleen gezien dat je hem in survival hebt gezet. Oh, dat je bedankt. Heb ik net een verkeerde Ik denk al, hè? Wat is dat nou? Nou ja, oké. Okay. Welke tik ik dan in? Want, even. Dan typt hij 0 in en je moet 1 hebben. Ja, fuck. Houd je bedankt. Ja, precies. Mag allemaal. Mag allemaal. Oh shit, nou moet je naar boven gaan bouwen. Hoe gaan we dat doen? Of naar beneden bedoel ik. Nou moeten we gaan naar beneden gaan bouwen. Oké, even kijken, jongen. Hier kan ik wel doorheen. Ja, geen damage. Mooi, mooi, mooi. Mooi, man. Vind ik helemaal mooi, man. Hartstikke mooi. Helemaal hartstikke mooi. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Precies. Dan hebben we andere naam nog. Ananas. Oh, daar moest ik wel... Dat vind ik wel een hele goeie. Ananas. Het is echt lullig als je zo heet. Ja, hey, ik heet Branko Vissers en hoe heet jij? Oh, bijzondere naam. Ja, ja, dank je. Ik heet Ananas. Ja, ja. Hey, goeie, hè? Oh, sorry hoor. Als deze mensen nu zitten te kijken, is dit echt zo lullig. Sorry mensen. Maar ja, ik denk dat ze zelf ook wel begrijpen van... Het is inderdaad voor andere mensen die het voor het eerst horen wel grappig. Maar stel ik het al gehoord... Sorry. Ik lees deze de volgende nu. Connie Plassen. Connie Plassen. Oh mijn god. Wat is er? Wacht even. Nee, mama. Oké. Oh, donder naar beneden. Ja. Of, oh, deze is ook wel grappig. Bo ter ham. Dat is toch wel... Oh, ik wil die mensen echt een keer allemaal uitnodigen op mijn verjaardag of zo. Oh, dan zeg je... Dan roep je bijvoorbeeld die bo ter ham en ananas. Boterham ananas. Wat? Oh, ik begin moe te worden. Oké, volgens zijn boterham met ananas. Ik denk dat ik moe begin te worden of zo, want ik lach echt om niks. Oh, huh? Maar deze is denk ik niet echt. Trui half mouw. Ja, Of deze, uit 2009. Constant lam. Constant lam. Oh, en deze. Dit is voor de mensen die Engels kennen. Justin... Case. Just in case. Wow. Oh, just in case. Benny dood. Niemand heeft... Ik heb nog nooit iemand gehoord die dood van zijn achternaam heet. Ja. Jij wel? Ja. Ik ken er niet één, maar ik heb wel eens van gehoord. Oh. Ja, nu net. Nee. Yeah. En Robin Hoedjes. Als in Robin Hood, snap je? Nee, snap ik niet. Oh, ja, ik denk echt dat voor jou uit. Hey, fuck. Wat is er? Nee, ik heb er iets gehit. Oh. Mijn batterij is uit. Door wat werd je gehit dan? Het is al dood. Het is al dood. Oh, ik had mijn batterij moeten vervangen voordat we gingen beginnen met opnemen. Is misschien handiger geweest. Op zich wel. Een soort van handig, zeg maar. Iets in die geest. Zo, ben ik weer. Wow! Al die mensen die schrikken. Oh nee, er is hij weer. Shit. Even kijken, waar was ik mee bezig? Oh ja, Sam Bal. Ik
Het is een leeg lopen. Zombie. Bing. Go. Bingo. Oh, dat is echt lullig als je zo heet. Ja, ik heb bingo. Zeg jij. Oké. Ik heet zo. Oh. Valse bingo. Nee, ik heet echt bingo. Kijk mijn ID maar. Oh, waar gaat het niet voor heen? Even kijken. Te omhoog, ik heb die foto onderdoor. Ben en Wil Niks. Die man die heet dan Ben Niks. Maar dat is ook wel grappig trouwens. Ben Niks. Ben Niks? Ja, Ben Niks man. Hoor je, Ben Niks man. Ja, Ben Niks. Mensen, Ben en Wil Niks. Ik ben Ben en Wil Niks. Ja, wie is Wil dan? Ja, dat is mijn vrouw. Oh, ups. Oh, die drijft allemaal water uit van de farm op mijn hoofd. Weet je wel, van die druppeltjes, omdat daar water in zit. Even kieken, jongen. Gooi van de berg. Ik ken wel mensen die echt van de berg eten. Dus, ja, ik denk wel meer mensen trouwens, waarom zeg ik dat? Maar gooi, dat doe je kind toch niet aan? Als je van de berg heet, dan ga je toch niet gooi van de berg noemen? Nee, maakt mij niet uit. Goed, je ben ik. Jij bent Nick. Oh ja. Ah, dat ruikt! Wie ben ik? Jij bent Nick? Hey. Nou, dat is leuk. Ach, het is stikke mooi. Helemaal hartstikke mooi. Ron de Knikker. Hoeveel? Ron de Knikker. Ja. Hij heet Ron de Knikker. Maar als je het achter elkaar zegt, is het een Ron de Knikker. Huh? Oh, die is zo leuk. Die is zo leuk. Yo, zieke borsten. Oké, okay, zo zou ik... Nee. Yo, nee. Zieke borsten. Ja, nee. Dat is echt lullig voor je kind, man. Wilde gans. Oh, ik vind het echt veel te grappig. Oh, het wordt donker. Ik ben echt zo bang dat er nu iets hierop spant. Dat ik gewoon eraf word geslagen. Ik ben nu namelijk, zeg maar, onder het plateau aan het bouwen. En ik heb daar een klein plateautje gebouwd, zodat ik kan blijven staan. Kijk, Marco, en... Klein leuk dingetje, hè? Ja, vertel jongen. Ben je gevallen? Nee. Oh, jammer. De weg kwijt. Hoe, dat maakt niet uit, joh. Gewoon blijven lopen en anders dan ga je naar boven hakken. Dat doe ik al. Ik heb dat vast. Nee. Oh. Cole, altijd meenemen. Daar ben je juist voor aan het zoeken. Maar dat maakt niet uit. Volgens mij vind ik al die namen veel te leuk, terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk zijn. Of niet? Ik denk het ook eerlijk gezegd. In die haan. Leen kleingeld. Wat? Leen kleingeld. Hey, ik heb een zombie spawn. Benny te geloven. Benny te geloven. Marco, ik heb hier een zombie spawn. Oh, nice. Ja. Ja. Nou, maak maar een stukje. Ja. Marco, je hebt die blauwe, dat is lapis lazuli. Ja. Maar je hebt toch ook die groene? Dat is emerald. Ja, die heb ik ook voor. Altijd meenemen. Want we hebben er een stuk of 9 volgens mij. Volgens mij hebben we er niet zo heel veel. Maar emerald is volgens mij ook zeldzamer dan diamonds. Maar dat weet ik niet. Ha, ik heb er een. Nice. Maar... dat is altijd handig voor als je bijvoorbeeld een village dorp tegenkomt, weet je. Ja. Kun je het daar gebruiken om te traden. Traden. Even kieken, mijn jongen. Ja, oké, nee, ik ben serieus terug kwijt. Hak gewoon naar boven, joh. Ja, ga ik weer op. Hak. In je trainingspak, pak, kijk eens hoe ik... Strak, in mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik hak. Zouden mensen dat kennen, supergooier?
die mijn video's kijken? Geen idee. Dat niet. Hey, nog een Emerald! Zeg wel! Oh, chill. Laat weten in de reacties of jullie Supergabber kennen. Volgens mij is dit niet van Supergabber, of wel? Oh ja, wel, hak. Volgens mij wel. Ik weet niet. Even kijken, hebben we nog een leuke? We hebben geen leuke meer. Nou ja, Willy van achteren, maar dat is. Weet je, dat is zo'n. Sorry, ik vind het wel leuk. Of die. Oh, rare plaatsnaam heb ik hier. Dat vind ik ook wel grappig, denk ik. Maar werd het dat je dan seksbieren erin krijgt? Ja. Ik heb wat Goldhorn. Oh, ik denk er komt nog meer, maar je zegt gewoon niks meer. Ja, ik heb Goldhorn. En ik heb hier serieus een hele kluit aan Emerald. Echt? Ja. Nice, neem mee. Oh, dat is wel chill dat jij bent gaan minen, hoor. Ik heb er serieus 7. Nice. Die kluit, hè? En nice. Volgens mij lekker ook al 2. Oh, lekker, jongen. Boerenhol. Oké, die is echt slecht. Dan krijg je echt zo'n... dingen van... ja, wonen er ook boeren in, joh. Niet, Daan? Ja. Hè, wonen er ook boeren in, joh. Nee? Oh, jammer. Weet je wel, dat soort dingen krijg je. Maar dat gaan wij niet doen, hè. Dat is niet leuk. Ja. Even kijken. Ja, hier, seksbieren. Ik wist dat die kwam. Okay. Seks bieren. Oh, ja. Even kijken. Hongerige wolf. Dat bestaat serieus. Hongerige wolf. Oké. Okay. Kijk, ik heb een stuk. Dat is niet handig. En je bent nog bezig met naar boven gaan. Ja. Huh? Heb je een diamond pickaxe gepakt? Nee. Waarom niet? Er lag een diamond pickaxe en je gaat voor hem? Wat heb je gepakt? Iron. Oh, oké, okay. Dus geen stone. Oké, okay, ik dacht al. Hey, hallo, ben je eigenlijk? Ja, wacht. Kom toch. Ja, oké. Okay. Het zou wel waar voor mij zijn, inderdaad. Kuttingen. Daar had ik nog nooit van gehoord, Kuttingen. Heb jij er wel eens van gehoord, Kuttingen? Nee. Kijk, doodstil. Dat is bij Eemsmond. Daar heb ik ook nog nooit van gehoord, Eemsmond. Doodstil. Woon je in Eemsmond, laat even een reactie achter. Ja. Woon je in Eemsmond, laat een reactie achter, inderdaad. Wat niks zegt. Dan denk ik dan, oh wow, hier ligt veel blokjes. Hoi. Dan hebben we... Weer een emerald. Weer een? Emerald. Oh. Maar ik heb geen pickaxe. Maar ben je halverwege of niet? Dat weet ik niet. Stuur je coördinaten door, dan ga ik je ophalen. Wacht even. Dat is F3. Dank u. Oh, en de laatste is Poepershoek. Dan wil je ook meteen gaan. Heb je's? Heb je ze hebben? Ja, heb je ze hebben, zitten. Wat is hebben ze hebben? Toen komen ze. Hè? Huh? Daar komen ze. Ja, geef dan. Ja, 150? 150, dat is... Die kant op. Ja, oké. Okay. 41. Ja, oké. Okay. 336. Nee. Zij het 336? 336. Ja. Dan zit je precies bij het water. Wacht, ik ga wel even hier hakken. Mijn trainingspakken. Dit is echt het slimste om te doen. Met een kaart gaan hakken. Dan zie je echt totaal niks. Zeg maar. Oh, ik ben ook zo slim dat ik geen toortjes meeneem. Even kijken. Als je me komt ophalen, dan geef ik ze wel. Hoeveel is de hoogte, zei je?
was ei, toch? Ja. 41. 41, oké. Okay. Tiptoe through the window. 41. Ja, dan ben ik daar nu. Oh my god. Marco? Ja? Ben je maar vergeten te vertellen dat groen ook iron kan zijn? Oh, in mijn texture pack? Ja. Goed, nou, we waren blij om niks dus. Ja, als het licht groen is, dan is het emerald. Ik pak dingen op, maar ik weet niet wat. Het is zo donker dat ik het niet zie. En ik hak de verkeerde kant op. Woe! En ik zie helemaal niks. Dus ik weet niet of ik nu de goede kant op ga. 36 zei je? 336, ja. Oh, ik zie een inktip. Ik zie een inktip. Ik zie nog een heel klein beetje waar ik heen moet. Ja, dat is iron. Ja, dat dacht ik al. Kijk, hier kwam ik vandaan. Sigaret. Ja, daarom. Jij zei dat je toortjes had. Ja, wel één. Hier moeten we omhoog. Nick? Ja. Daar. Hier. Ja, kom maar dan. Je hebt toch best wel veel stone, want je hebt toch gehakt? Ja. Nou, dan kun je daarmee zo poep, poep, poep. Oké, is goed. Tata. TTFN, tata for now. Zo, ik ben boven. I'll be waiting for you in the plateau. Als je meteen ook alles smelt wat je gevonden hebt, kunnen we meteen alles weer gebruiken. Gebruiken. Daar ga ik mee doen met de boys. Kom ik dan wel door de voorrondes? Dat is echt de grootste vraag. Kom ik dan wel door de voorrondes? Jij komt trouwens al door de voorrondes. Oh, oh, timer. Ja, bla. Oh, oh. Ik was zo op aan het letten wat ik deed met de timer, omdat ik niet op lette wat ik deed met het paard. En toen reed ik bijna met het paard van het plateau af. Lekker bezig, jongen. Nou, dat betekent dus dat we deze aflevering gaan afsluiten en dat ik eventjes dit rode dingetje hier op ga pakken. Kan dat door het glas heen? Nee, dat kan niet door het glas heen. Oké. Okay. Laat ik die lekker daar liggen. Nick, ben je er nog wel? Nick. Ja? Nick, ben je er nog? Nick. Ja! Oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we hier even afsluiten. Bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. Vonden jullie het een toffe aflevering? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Waarom deed ik zo? Blauw duimpje omhoog. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden op mijn kanaal. Voor meer video's, voor vlogs en Minecraft. En laat even weten in de reactie, net als de vorige keer, of het tof is om met Nick nog een keer op te nemen. Of jullie hem vaker willen zien. En heel misschien ga ik zelfs de volgende aflevering opnemen met iemand die een camera heeft en een hele goede microfoon. Ik heb zelfs geen microfoon, dus kun je nagaan. En dan checken jullie later.